Leefzame Achterhoek is ontstaan in 2017 in Winterswijk in het buurtschap Brinkheurne. Daar zijn 40 ouderen aangesloten op het Leefzame platform. Dat was zo'n succes dat de DKK en de Veiligheidsregio Noordoost Gelderland zeiden: wij willen dit verder gaan uitbreiden. Voor ouderen en vaak ook hun familie die graag zorgeloos en comfortabel en veilig thuis willen wonen, hebben we Slim Thuis. Wat doen we daar? Wij komen aan huis met een Slim Thuis-expert. Vervolgens krijgen mensen een persoonlijk advies. Daarin worden bijvoorbeeld persoonlijke en kleine aanpassingen, zoals een extra trapleuning, aanbevolen. Maar het kan ook groter, zoals een volledige badkamerrenovatie. De leden van de kruisvereniging Achterhoek en Limmers, en dat zijn er meer dan 60.000, kunnen dag in, dag uit rekenen op een goed advies en op praktische ondersteuning gericht op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Iedere cliënt die meedeed had 1 tot 3 contactpersonen, waarvan er 1 sowieso aanwezig was bij de plaatsing van de slimme sensoren. De vrijwilligers en wij als organisatie zijn heel blij met de opbrengst van het project Leef Samen Achterhoek. We hebben het onderzoek gedaan naar ervaringen van ouderen en naasten over het project. En we hebben ook gekeken naar hoe de projectleden het project ervaren hebben. Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat zowel de ouderen als de naasten tevreden zijn over het systeem. En dat ze daarnaast ook allebei ervaren dat er een toegenomen gevoel van veiligheid is. We hebben net het rapport aangeboden aan de commissaris van de Koning. Heel trots met de resultaten zijn we van het project Leef Samen Achterhoek. Wat we eigenlijk met elkaar voor elkaar hebben gekregen. En ik wil ook u van deze plek hartelijk danken voor uw bijdrage daaraan. Want wat hadden we dit graag met elkaar gevierd, dit succes. Het goede nieuws is, het is zo'n succes. We gaan ongetwijfeld door en we hopen in betere tijden u allemaal persoonlijk te zien.